En van de Wijkhuizenpolder gaan we naar de zijstraat van de Altenastraat. En daar zijn ze inmiddels de poot aardappels aan het rooien. Deze straat werd vroeger dus de straat van Jan de Jonge wel genoemd, maar de juiste benaming is mij persoonlijk onbekend momenteel. Tussen de Knol en de Wulpenbek ziet u hier arbeiders bezig met het ruiteren van bruine bonen. Een intensieve bezigheid die in onze streken nog veel beoefend wordt. Op de achtergrond ziet u daar het schuurtje van de Rode Dreef. Hier willen we u ook nog een keer laten zien hoe er met de kilovater gewerkt wordt. En dat zou dus mogelijk moeten zijn via dit beeld weer. U hoort behoorlijk de wind in de microfoon en ook de tractor, diens geluid was goed hoorbaar zodra we dat willen laten horen. De pakken stro staan hier nog op het land, gereed om weggehaald te worden. Dan komen we zo zachtjes aan bij het najaar terecht, waar het geploegde land weer gereed ligt voor het volgend jaar. Dat is in dit geval weer ongeveer op hetzelfde plekje op de Noordtijk, maar dan naar de andere kant gericht. Heel in de verte zien we ze nog met de ploeg bezig in het land. Het is nog niet allemaal klaar. Thank you.
En dan moeten we toch ook nog even op het dorp zelf gaan kijken. We bevinden ons hier in de Lange Straat. En we willen zo successievelijk nog even alle straten van het dorp de revue laten passeren. Dit is het kruispunt waar men naar de Lange Straat toe kan komen. Op de achtergrond is de boerderij van Hans. Dit is het kruispunt waar men naar de Lange Straat toe kan komen. Op de achtergrond is de boerderij van Haak. En dan draaien we nu langzaam terug naar de richting van de Lange Straat, waar over het algemeen de bejaarden plegen om de nieuwtjes van het dorp te vertellen. En ondanks dat ik hun op dat hoekje sta te filmen, gaan ze onverdroten voort met hun nieuwtjes te vertellen aan elkaar. Dit is de kant van de Koude Polderse straat. En dan gaan we verder naar de vroegere Driedijk, wat nu allemaal veranderd is. En wat een heel ander zicht gekregen heeft, daar op die achtergrond zag u de boerderij van Meertes. En hier zitten we dan weer terug aan de ingang van de Lange Straat vanaf de Driedijk bekeken. Deze inkijk is dus vanaf de Driedijk naar het kruispunt toe. Dan ook nog even een kijkje in de Sint-Ubrechtstraat. Vanaf de kant van de Driedijk weer. Dit zijn de volkstuintjes die dan aan de rechtse kant liggen. En hier A&O winkel van de Grote in de Lange Straat, ook weer op dat doodlopende stukje weg. En u ziet het al, de Koude Polderse straat, daar gaan we ook even de camera inrichten. Was dit de doorgaande weg naar de Braakmapolder, maar tegenwoordig is het ook een doodlopend stuk, behalve voor de fietsers. Dit is dan de schuur aan de linkerkant van de Koude Polderstraat die u hier ziet. En van daaruit dan gaan we naar de Noordstraat toe, waar vroeger de smidse was van Levien Mateeuw. Dat is hier in deze omgeving. Die smidse die is nu veranderd in restaurant Lescaut, wat in het Nederlands weer betekent de Schelde. Vanaf diezelfde plaats kijken we even terug naar het marktplein daar, met op de achtergrond die kruidenierswinkel, die supermarkt. En dan het eigenaardige is dat ook daar de schepen zelfs op het land liggen. Een eindje verder volgt de boerderij. Deze staat aan de linkerkant van de weg als we van het dorp afkomen. En aan de andere kant vinden we de woningen waarvan we als eerste zagen de woning vroeger van Isaac de Vouw, de man die de wonderbalsem uitgevonden had. De camera is hier omgedraaid en we richten hem weer terug naar het dorp toe. Dit is het achterste stuk van de Noordstraat.
En als we daar doorschieten door dat gat naar de Oud-Vlissingse straat, dan kunnen we dit weer waarnemen allemaal. Veel huizen zijn al in de loop van de jaren vernieuwd in het Oud-Vlissingen. Vroeger was het een nauwe, smalle straat waar uiteindelijk nog niet zoveel verbeteringen gekomen is. Van Oud-Vlissingen gaan we naar de Sint-Hubrechtstraat met op de linkerkant de drogisterij. Deze inkijk is ietsjes verder in de Sint-Hubrechtstraat. Een gezicht vanaf de Sint-Hubrechtstraat op het Marktplein. Een paar woningjes die daar dwars gebouwd staan, ook weer in de Sint-Hubrechtstraat. Jarenlang heb ik ze daar al geweten. Dit is de Sint-Hubrechtstraat vanaf dat kruispuntje waar die doorgang bij de Lange Straat is, naar het zuiden opgenomen. Zijn we weer terug op het dorp gekomen. Zo te zien aan het café. Dit is bekeken vanuit de Lange Straat, de hoek waar de Zeeuw zijn bedrijf geeft. U ziet daar op het naambordje de Molendreef staan. U wel bekend waarschijnlijk. De camera wordt omgedraaid richting Openbare Lagere School in de Lange Straat. De pastorie van de Nederlands Hervormde Kerk. Van daaruit gaan we naar het uiterste punt van de Molendijk. Tramstraat in te komen. En hier ziet u beelden uit de Tramstraat. Vanaf de Tramstraat terug naar de Molendijk. En dit is het kleine zijstraatje daar achterom. Dat is bij de ingang van de Keizerstraat en de Willemstraat.